Dag iedereen, ik ben Lucas van Door en vandaag ben ik terug met een nieuwe aflevering Super Mario Odyssey op mijn YouTube kanaal. En we hebben 31 manen in onze manenbalk, zie linksboven. En ik heb een aantal dingen opgeschreven, of opgeschreven in een document gezet. Namelijk de uitgewerkte let's play van Super Mario Odyssey, in hoeverre die uitgewerkt kan worden voor een eerste ervaring. Let's play is compleet op eerste ervaring namelijk. Ja, ik heb deze zaadjes gezien. En die moeten we naar potten brengen. En die potten, daar heb ik er al een aantal van gezien. Dit is er één van. En nu moet ik blijkbaar even wachten. En zo komen ze dus terug. En volgens mij had ik de vorige aflevering ook al een keer een... En hoe heet het gezien? Een pot. En dat was op dit gebouw. En dat had ik me goed herinnerd. En er was nog een zaadje. En ik weet op dit moment even niet waar de pot ervan is. Maar mocht ik hem vinden, krijgen jullie hem uiteraard te zien. We gaan nu tuintje springen. Oh. Ik wist niet dat... Ja, je moet ook inspringen, dat is logisch natuurlijk. Oh, wacht even hoor. Ja, ik moet even concentreren. Gaan we dubbele sprongen doen? Ah, record 20. 30 sprongen achter elkaar lukt me nooit. Oh, je kunt dan niet in hem veranderen om vervolgens 30 sprongen te gaan doen. Maar waarschijnlijk krijg je een maan van hem als je 30 sprongen doet. We waren net al goed op weg. Oh jongens. Nu lukt het me wel. Touwspringtopper. En nu, wat zegt hij nu? Helemaal niks. Oké. Okay. Wat is dit? Under construction, New Donk City. En dan had ik nog een hendel gezien in het gebouw. Welk gebouw? Ja, ergens dichtbij het stadhuis. Oh, niet tegen de waterpomp aan botsen. Maar dat was links naast de bouwinspectie. Ja. Dat zegt mijn aantekeningen. Document in ieder geval. Kijk, een hendel. Aha. Race tegen de tijd. Doen we gewoon zo. Oh. Luchtvervoer. Een weg door de menigte. En dat was een soort van race tegen de tijd. Alleen hij, ja. Niet helemaal. Want hij heeft die naam niet. En wat gebeurt er als we hier naar beneden gaan? Ik denk dat we doodgaan, bedoel ik. Ja. En wat zegt hij? Hé, hey, jij weer. We hebben elkaar in het woestijnrijk ontmoet. Leuk je weer te zien. Nieuwe vrienden maken blijft toch leuk staan reizen. En voor jou, vriend, heb ik een cadeautje. Toerist in het stedenrijk. Ai. Hier heb ik alles gezien. Ik wil naar een ander rijk. Ik heb altijd al een grote waterval willen zien. Ja, oké. Okay, ik weet het wel. Ik had in het bakkie regelijk even iets, maar ik wilde echt even een krabbel van de burgemeester hebben.
Oeh. Kun je naar hem veranderen? Nee, oké. Even kijken of we toevallig op de kaart kunnen zien waar Pauline is. Nee. Jammer. Casino? Wat is er met de casino? Ik wil naar de casino. Ha! Zit wel goed nu? Ja, in deze straat. Casino. Oh. Hier heb je dat ding weer. Ja, dit is alleen met vier, zeg maar. Want in Woestijnrijk was het met drie, volgens mij. Ah, nee. Dan ga ik maar voor het kroonhartje. Want die manen krijg ik niet meer. Kak. Dat is de munt. Eén munt. Wil je nog een potje, zeker? Want ik moet die maan hebben natuurlijk. Oké, okay, goed gefocust zijn nu. 1. 2. 3. 4. Ja. Hint, hij zit na het hartje. Dus als je het hartje ziet, dan moet je gooien met je pet. Alleen als je hem ziet en niet al vast vooruit denken dat je gooit op het hartje, want anders dan. Dan heeft het toch ook iets van Las Vegas. Deze vier bandleden hebben nog altijd de tijd van hun leven. Maar het ontbreekt de bandlid. Namelijk de zangeres, prinses. Ja. Burgemeester Pauline nu. Die is er niet. Dus moeten we eigenlijk even naar haar op zoek. Voor die handtekening die de vrachtwagenchauffeur wil hebben. Volgens mij is het de laatste keer dat ik haar gezien heb in de elektriciteitscentrale, maar daar ben ik ook al een keer geweest sinds die keer. En toen was ze er denk ik, was ze er volgens mij niet. Ik zie daar nog wel zo'n box, waar in het verleden bij mij heel veel muntjes in zaten nog wel. Dus we gaan even kijken of we daar kunnen komen. Jazeker. Vuilnisbak met uitzicht. Eén groot feest. En wat is hier? Oh, je had hier ook muursprongen naar boven gekund. Zo dus. Oh, die munten had ik ook al over. Oh, maar je had natuurlijk hier niet verder naar boven gekund, omdat die andere pilaar niet verder reikt. Alrighty. Wacht eens even. Ik heb een idee. Loo, je kunt naar boven op de trap met de scooter. Wacht, wat? Ik denk dat we beter die ene op het stadhuis kunnen nemen. Oké, okay, trucje. Die P-knop die zorgt ervoor dat we verder kunnen komen hier. Oh, misschien iets te ver. Nou, eigenlijk net ver genoeg.
Een klant, jij bent de eerste die hier zijn scooter parkeert. Dat is wel een beloning waard, toch? Dat dacht ik ook. Gratis parkeren, de trap op. Oh, dat had dus wel met de trappen gemoeten dan. Whatever. Ja, die sprongen die hadden ze eigenlijk extra laag gemaakt. Maar ik heb niet het idee dat hij zijn parkeerplaats placement heel erg tactisch heeft gedaan. Ah, ik heb een volgend zaadje gevonden, of een volgende pot. Ja, oké. Je ziet me terug voor dat gebouw. Om te tonen hoe we daar moeten komen met het zaadje. We gaan wel muur springen. We kunnen alleen niet ledge grabben. En dat gaat niet, oké. We kunnen in ieder geval wel hierop komen. Waardoor... Oh ja, we hebben hem wel erop gekregen. I guess that counts. Alleen ik hoop niet dat hij verdwijnt. Maar misschien verdwijnt hij niet als je echte progressie hebt gemaakt. Oh ja, wow. Oh, je kan gewoon daarop kunnen gaan. Okay. En ik had nog 3 lokale munten gezien. Oh, dat is het einde van het gebouw. En de munten hierop hadden we al, denk ik. Waren hier geen munten op? Ik dacht dat hier munten op waren. Op deze... Op dit gebouw. Even kijken welk gebouw ik dan in mijn hoofd dacht te hebben. Oh, die daarboven. Aha. Ik mik recht op de munten. Legit. 90 stuks. Ik ga even de maan ophalen met de... Die bij de dingen zitten, hoe heet het? De... Ja, die dus. Pleinzaadje. En deze ook, want die hadden we tegelijk gedaan, omdat ik al wist waar die andere zat. De andere pot, zeg maar deze pot. Alleen de laatste hadden we nog niet gezien. Nog steeds geen Pauline overigens. Echt jammer dat ze niet op de kaart aangegeven wordt, want het is wel een heel belangrijk persoon. Niet alleen voor de stad, maar ook in het spel. Ik ben benieuwd wat er op die computer staat eigenlijk. Oh, dat is die box. Wacht, wat? Die vreemde box. Waar we tot nu toe nog geen enkel benul van hebben wat we ermee moeten doen. Maar we weten dat we er iets mee moeten doen, want de enige ster die resteert in het Wolkenrijk, die moet daarmee te maken hebben, want er was verder niks anders in het Wolkenrijk. Geen bevolking, geen lokale munten, geen winkels, helemaal niks. De Odyssee heeft nog 10 maanden nodig. Ja, die maanden die heb ik. Maar ik wil eerst eigenlijk gewoon dit rijk zo ver als mogelijk compleet. En daarom gaan we even naar Toad en de Talker toe. Want ik weet niet eigenlijk verder nog wat we moeten doen. Oké, gaan we nu heen. Jij bent zeker niet van hier, hè?
Je bent de eerste persoon die in de zomer naast me kon zitten. Het leven in de stad is best eenzaam. Dus bedankt dat je de tijd van me nam. Hier, neem dit ook maar. Wat een sympathieke man. Bedankt, kleine man. Graag gedaan, hè. Eigenlijk vind ik het best triest dat ik hem nu verder weer alleen moet laten. Oh. Kunstschat uit het Stedenrijk. Een konijn. Daar gaan we heen. Huh, waar is die nu? Is die naar beneden? Wat? Is niet gezond, gek. Als hij naar beneden springt. Oh, is naar de overkant. Maar als die dat kan, dan ben ik nooit snel genoeg om hem te grijpen. Oh, oké. I guess I'll take it. En ik zie nu ook iets heel vaags. Die balk die hangt ergens aan twee kabels, maar die kabels die staan blijkbaar nergens mee in verbinding. Kijk maar. Muntjes dus. Ik voelde wel een trilling. Dus, ja. Het had ook een maan kunnen zijn, maar ja, hier hadden we al een keer een maan gepakt. En ja, de elektriciteitscentrale bevat al twee manen. Dus het was eigenlijk niet realistisch dat ik zou denken dat er nog één zou zijn. Maar geen Pauline dus. Zo jammer. Verloren op het dakterras. Ik hoop dat je hem vindt. Verloren op een dakterras. Ik ga even weer naar Toad, want die geeft waarschijnlijk ook een nieuwe hint. Ah, juist. Dat is gewoon de... Natuurlijk. Dakzaadje. Even kijken hoeveel we er nog zouden moeten tot... middelste eigenlijk compleet hebben. Middelste manen 1, 2, 3, 4, 5. 5 stuks. Zou deze aflevering nog kunnen? Oké, mensen, volgens mij heb ik nog een nieuw gebied gevonden met behulp van Toad. Eigenlijk had dan waarschijnlijk die tweede niet meer gehoeven. Want het is waarschijnlijk ook weer zo'n parcours met twee manen. Oh, ik zie het al. Wat? Oh, wacht even. Oh, we zijn weer in de regen. Oh. Ah, wat? Maanstukjes. Ik
Knijter. Oh, je kunt helemaal naar boven, joh. Vet. Kading, uit de weg. En nu? Misschien moet ik hierheen. Met de tank. Auw. Oh. Oh. Ik zie niks. Ik dacht echt dat ik zo'n vernietigbaar blok zag. Ik denk wel eens meer wat. Maar dit keer dacht ik het echt. Oh, dat zijn gewoon stalen balken. Hier niets, oké. Okay. Die auto's die zijn waarschijnlijk om de weg te blokkeren, want die kun je met de tank niet weghalen, denk ik. Ook al zou dat een heel onrealistisch verhaal zijn. Oh, je kunt ze weghalen. Oké. Okay. Oh, dat is ook een maanstukje trouwens. Bijna. Bijna vergeten. Ja, eerste geheime maan. Zo klaar. Nee, dus niet. Oké. Okay. Oh, ik wil niet zo ver ingezoomd. Het is geen first person. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Je kunt wel first person Super Mario Odyssey maken. Waarschijnlijk. Beleven. Dit is heel smal. Moonpiece. Iets hoger. En verder nog. Kunnen we die raken? Jawel. Hij kan echt niet richten. En een hartje, die is zeer welkom. Oh, die kunnen we dan niet overheen. Too bad. En we hebben er weer 6. Oké, okay, en nu? Waar zijn de rest? Oh, wacht, hierboven. Oh, daar is nog een maanstukje. Oh, daar aan de andere kant waarschijnlijk ook dan. Steeds ook geen clue voor de andere maan. Nee, geen maatstukje. Oh, hij haalt hem. Net niet. Dan zal ik hem waarschijnlijk ook net niet halen. Hij ontploft wel op de muur. Dus. Kunnen we hier overheen? Nee. Hij kan wel over die auto, lol. Gewoon auto's aan gort schieten. Deuren aan gehoor schieten. Ik haat het niet. Oh. Als een auto eronder bezwijkt, dan moet een glazen deur dat zeker ook doen. Maar nee. Waar zijn de andere twee? Of andere, ja, de andere twee. Oh, hierin zit een maanstukje. Dus dan had ik toch door moeten gaan met auto's vernielen. En nu zijn alle auto's vernield, bedoel ik.
vernieuwd. Ja, ze zijn ook wel aan vernieuwing toe bij de taxibedrijf New York of New Donk City. En die auto dan? Die is waarschijnlijk onvernietigbaar. Omdat dat een object is waar je hoed in kan gooien, denk ik. Ah, ik zie hem. Die kunnen we ook gewoon zo pakken, denk ik. Ja. Ah, net niet. Goed, doen we het anders. Ah. Net niet de optimale hoogte. Nu wel, I'm calling it. Yes. Maar waar is de andere maan? Dat is mijn vraag. Er zijn er twee. Helemaal zeker van. Oké, beste mensen, ik heb alle hints van Toad gekocht voor dit rijk. Kijk maar. Voor dit koninkrijk helaas geen hints meer te vinden. Dus dat betekent dat ik alle manen nu ga pakken. Behalve één. Want die ene, dat is namelijk de tweede in dat ene parcours waar we net waren. Heel regenachtig. Met al die tanks. Ik heb gezocht. Met bloed, zweet en tranen. Maar ik kon het niet vinden. Dus ja, dat is heel triest. Maar het zij zo. Gelukkig hebben we de andere manen nu locatie bekend. En daarna gaan we de aflevering afsluiten. Dan ga ik offscreen nog even zoeken daarnaar. Maar ja, ik verwacht er niet te veel van. Want ik ben het al helemaal geweest 3 keer. Alle blokken vernietigd. Alle vijanden verslagen. En tevens alle hoeken nagekeken. Zeg maar, op openingen. Hey, wat is dit? Dit kunstwerk bevat een aanwijzing. Druk op de dinges om er een foto van te maken. Opname gemaakt. Zie ik het goed dat dit in het Merenrijk is? In die grote koepel. We gaan de volgende aflevering kijken. Dan gaan we ook Pauline zoeken misschien. Voor die handtekening en dan kunnen we. Dan kan de taxichauffeur naar het watervallenrijk. En kunnen we daar ook een maan ophalen weer. Dat is waarschijnlijk de 17e, die een die nog miste. Oh, dus. En gezellig. Zijn we op de plek? Nee, denk ik niet. Hier dan. Ook gezellig. Maar dat is het niet. Voel een trilling.
Jee. Daar is hij dan. Verloren op het dakterras. Maan nummer 13 van deze aflevering, volgens mij. Nou, kunstschat. En. Inspin bocht gaat in. Dat is inderdaad met tuigspringen. Ik wist het nog dat die leus daarvan was. Een soort van.